Hartelijk welkom bij Zeeuwse Zaken, onze wekelijkse talkshow vanuit het Schelde Theater in Terneuzen met een blik op de actualiteit, muziek en de stand van de Zeeuwse economie. We hebben straks een reportage en een gesprek over oesters. Hoe je van een Ierse oester dankzij een bijzondere algencocktail een Zeeuwse oester maakt. En ik spreek met Lieneke de Wolf, internetondernemer over de Zeeuwse economie. Mijn eerste gasten die nu al aan tafel zitten, Frans Lievens, directeur van 3 theaters in Zeeland. En deze week is de programmering bekendgemaakt voor het nieuwe theaterseizoen. Kaartverkoop vandaag gestart. Maar dit alles valt in het niet bij de prestatie van Roeland Lievens, want dat is je zoon. En Roeland, jij hebt je afgelopen week gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Londen. Gefeliciteerd. Dank u wel. Net terug uit Luzern. Ja. Besef je al dat jij het voor elkaar hebt dat je naar het hoogst haalbaar in de sport mag, naar de Spelen? Het besef is wel redelijk goed ingezakt, ja. Ik ben heel erg blij dat het nu uiteindelijk toch zover is. Het gevoel is wel iets meer dat gevoel van opluchting. Want als je een jaar lang traint, je kan maar zoveel dingen zelf aan de hand houden. Afgelopen jaar hebben we dat gemerkt. We hadden afgelopen WK al kunnen kwalificeren voor de Spelen. Maar dan krijg je een virusinfectie waar je geen controle over hebt. En dan is het in één keer is het afgelopen. Dus uiteindelijk vooral opluchting. Dan heel kort naar Frans. Lievens, de vader, de trotse vader. Zijn de tickets voor Londen al geboekt? Dat is al dik voor elkaar. Want dat hadden we van tevoren al een klein beetje geregeld. We hadden toch wel vertrouwen erin dat het zou lukken bij Roeland. Maar de spanning was ongelooflijk. Goed, we gaan straks uitgebreid verder praten. Natuurlijk over jouw prestatie, maar ook over de start van het nieuwe theaterseizoen en de start van de kaartverkoop. Maar we gaan eerst terugblikken op de belangrijkste Zeeuwse zaken van deze week. Carla Pijs en Johan Robesin zullen ook dit jaar weer niet op elkaars verjaardagsfeestje verschijnen. Pijs deed deze week een oproep aan het kabinet om 20 miljoen euro te investeren in Zeeuws-Vlaanderen, ter compensatie van al het gedoe rondom de Hedwiegepolder. Robesin reageerde als door een adder gebeten. Woest, kwaad, onthutst. Ik was gewoon ontsteld. Als je 4 woorden nodig hebt om te zeggen hoe boos je bent, dan ben je waarschijnlijk echt kwaad, laaiend, witheet. Ontsteld. Gelukkig is er ook goed nieuws. De strijkcentrale in Terneuzen. Iedere burger in Terneuzen kan voor 15 euro maximaal 8 kilo wasgoed inleveren en dan wordt het voor je gestreken. Briljant. Een reden om naar Terneuzen te verhuizen. En het gebeurt goed. Want je wordt niet zomaar chef strijk. U heeft een keer voor moeten strijken. Ja. En dat was bevallen en ben ik blijven streken. Het schijnt dat Johan Robesin zich ook had opgegeven om te komen strijken. Maar hij is afgewezen. En ja hoor, ook dit zint hem maar niets. Ik was gewoon ontsteld. Verder is deze week bekend geworden dat Berkenhof's Tropical Zoo en Vlindertuin is gekozen tot het leukste Zeeuwse uitje. Is de gemeente Vlissingen akkoord met de bouw van een ziekenhuis op de Mortieren in Middelburg? En is Rob Vroon de nieuwe baas van Delta? Roeier Roeland Lievens heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. In Luzern werd Lievens met de lichte 4 zonder stuurman tweede. Precies genoeg voor plaatsing. De in Goes geboren pianist Hannes Minnaar heeft een Edison gewonnen in de categorie het debuut. En oordeel zelf. Prachtig toch? En ook Johan Robesin had naar het schijnt een pianowerkje ingestuurd. En dan toch nog even terugkomen op Carla Pijs. Ze heeft per 1 maart 2013 haar ontslag ingediend bij Hare Majesteit. We hopen niet dat het iets te maken heeft met haar optreden in Zeeuwse Zaken 2 weken terug. 1 keer raden wat Johan Robesin vindt van het vertrek van Pijs. Ik was gewoon ontsteld. Nou, we gaan straks uitgebreid verder praten over het vertrek van Carla Pijs volgend jaar. En dat doen we dan met Lieneke de Wolf. Maar eerst toch even de volledige aandacht voor Roeland Lievens. Gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in de lichte 4 zonder stuurman. Ja. Dan ben je niet stuurloos, maar dan heb je gewoon iemand minder aan boord zitten. Ja. Als ik wel ben geïnformeerd. En ja, je bent maandenlang alleen maar bezig met het bereiken van het doel. Wanneer had je door tijdens de race, het gaat ons lukken? Dat ik het door had, dat het uiteindelijk waarschijnlijk wel zou gaan lukken. Dat was al vrij vroeg in de race. En dat is voor het publiek natuurlijk niet zo leuk om te kijken dat het zo onwijs spannend wordt. Mijn moeder heeft niet kunnen kijken in Zwitserland. Maar op het moment dat we iets voor de 1000 waren, dan roeide het zo goed op niveau. En we waren zo ontspannen aan het roeien. En als je dan de motor hebt die zo lekker aan het draait, dan weet je dat je een extra dot gas kan geven het einde van de race. En dan onze eindsprint is altijd wel goed geweest. Dus toen had ik eigenlijk al het gevoel, dit gaat goed komen. En jouw moeder zit op de tribune, je vader die was gewoon hier?
Ja. Je ziet je moeder natuurlijk niet als je aan het roeien bent, maar nee. Kun je ons even beschrijven hoe een moeder van een zoon die zich op het punt staat te kwalificeren voor de Olympische Spelen zich gedraagt op de tribune? Onze ouders die maken ook al een behoorlijk zware tijd door, want ze leven natuurlijk met ons mee. En vooral mijn moeder en mijn vader die vinden er natuurlijk heel erg bij betrokken. Ik hoop dat dit keer wel lukt. Dus ik heb begrepen dat mijn moeder ook niet heeft kunnen kijken tijdens de race. Waarom ga je dan in hemelsnaam naar Zwitserland als je tijdens de race niet durft te kijken? Ja, misschien toch het gevoel ook een beetje het gevoel te hebben dat je dan misschien iets kan doen en die extra steun. Precies, toch de moral support. Maar het is wel de steun wordt heel erg gewaardeerd altijd hoor. Dat is heel fijn. Maar Frans, je wordt gebeld. Het is gelukt. Nee, ik heb het gevolgd op de computer. Oké, op de computer gekeken. Precies, stukje bij beetje. Dan heeft hij het gered. Wat gebeurt er dan? Kijk. Nou ja, dan dat is een enorme ontlading. Ik ben hier ook alleen hier op het kantoor hierboven gaan zitten. Ik heb iedereen weggestuurd en ik heb het helemaal zelf even moeten beleven. Want ja, de spanning was enorm. Zo belangrijk voor Roeland dat hij dit kon volbrengen. Ja, want een jonge Roeland toont enige ambitie in sport en blijkt er ook enige aanleg voor te hebben. Wat komt er allemaal bij kijken om hier te zijn waar hij nu is? En dat zeggen we niet om andere kinderen van ouders af te schrikken, voor alle duidelijkheid. Nou, hij heeft het helemaal zelf gedaan. We hebben hem nooit aangemoedigd. We hebben hem nooit tegengehouden. Niet ontmoedigd? Niet ontmoedigd, niet aangemoedigd. En ja, ik ben er ook eigenlijk blij mee, want het is echt helemaal zijn prestatie. Ja, de intrinsieke motivatie zorgt ervoor. We hebben natuurlijk altijd gezegd, hup Roeland, doe je best en wat kunnen we voor je doen en al dat soort dingen. Maar ik bedoel, het is echt puur zijn prestatie. Hij heeft hier echt, wat dat betreft, alles aan zichzelf te danken. En we zijn daar heel erg trots op. Ja. En nu ook een beetje dankbaar, want het succes laat hij op deze manier ook op zijn ouders uitstralen. Ja, dat snap ik. Alle investeringen van vroeger die zijn niet voor niks geweest, vader. Precies. Je bent pas de tweede Zeeuwse sporter die zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Ja. Er is een judoka, Elisabeth Willebroortse, die zich ook heeft gekwalificeerd. Wat zegt dat wat jou betreft? Dat zegt niet zozeer over Zeeland in het bijzonder, maar Nederland over het algemeen heeft deze sessie niet zo heel veel Olympische sporters. Nee, hebben jullie met de roeiers daar wel nog een aardig duit in het zakje gedaan? Ja, we zijn met een kleine ploeg. Ja, we zijn de roeiers zijn met z'n 32e en volgens mij hebben we het dan misschien over een tiental procenten, maar de cijfers weet ik niet uit mijn hoofd en dat is dan best wel veel, maar dat er niet zoveel Zeeuwen zijn, ja, misschien toch inderdaad doen we normaal duel gek genoeg en... Ja, misschien wij zijn ook niet zo'n. Ik denk ook niet dat de Zeeuwen zo'n uitbundig volkje zijn of zo. Gepassioneerd met secundaire zaken bezig zijn. Wij zijn denk ik iets meer down to earth in Zeeland. Ja, maar goed, jij hebt het in ieder geval wel gered. Gaan we doorpraten over de start van de kaartverkoop en de lancering van de nieuwe programmering voor het komend theaterseizoen. Drie theaters om precies te zijn. Het Scheldetheater hier, de Mythe in Goes en natuurlijk ook de Stad Schouwburg in Middelburg. Waar ben je het meest trots op in de programmering? Nou, ik ben het meest trots erop dat wij in algemene zin erin geslaagd zijn. Ondanks het feit dat het echt buitengewoon moeilijk was in verband met toch veel turbulentie op in het culturele vak. In het culturele vak, dat is algemeen, dat is landelijk. Om er toch werkelijk een geweldig programma uit te halen. We hebben er loeihard voor moeten werken. We hebben er heel hard ook voor moeten onderhandelen. Maar noem er eens eentje waarvan u zegt, van ja, dat springt er echt wat mij betreft. Nou ja, dat we hier Paul de Leeuw kunnen gaan begroeten. En dat we hier Veldhuis en Kemper gaan begroeten. En dat we... feitelijk ook Kinderen voor Kinderen, Songfestival, de provinciale finale kunnen doen. Een brede programmering. Een brede programmering. De Jantjes komen met de musical. En alles kan tegenwoordig ook online worden besteld, begrepen. Ja. Ja, nou, het is... kijk, bij die modernisering van die kaartverkoop, die hebben we inderdaad heel krachtig kunnen doorzetten. Het is nu zo dat, via theaterverkoopzeeland.nl worden de kaarten besteld voor online. Voor zowel Goes als voor Middelburg. En via Scheldetheater.nl voor het Scheldetheater. En dat is volledig geautomatiseerd systeem. En we zijn beren trots dat we inderdaad nu zo'n fantastisch krachtig programma hebben kunnen neerzetten. Ja. Heb ik nog twee andere korte vragen. Ik ben nog bezig met een muziekzaal bij het Zeeuws Evenementenpodium in Middelburg. Daarnaast de Voetbal Experience. Is de aankoop al rond? Half juni zal gepasseerd worden zoals het er nu uitziet. Ik bedoel, er zijn altijd nog puntjes die verfijnd moeten worden. Maar zoals het er nu naar uitziet zal het half juni zal dat zijn beslag krijgen. En wat is dan de nieuwe naam? Studio A58.
Studio A58, dat is de naam. Het nieuwe muziekpodium. Het nieuwe muziekpodium. Een groot multifunctioneel evenementenplatform. Centraal gelegen aan de A58. Ik bedoel op de invalsweg van Vlissingen, Goes, Middelburg. Ook de tunnel is erop aangesloten, bij wijze van spreken. Prachtig mooi nieuw centrum wat we daar gaan realiseren. Maar eerst moet er gepresteerd worden. En dat moet jij gaan doen, Roeland. Kunnen wij een afspraak maken met elkaar? 27 juli, start de Olympische Spelen. Dat duurt tot 12 augustus. Ik wil jou na de zomer hier terug hebben, maar dan wel behangen met metaal. Voor welke kleur gaan we? Laten we daar nu gewoon een afspraak over maken. Het is allemaal een afspraak maken. Nee, we hebben net gezegd dat we niet bescheiden zijn. Want er zijn al genoeg Zeeuwen die bescheiden zijn. Dus voor welke kleur gaan we? Ik ga 100% voor goud. Ik ga niet naar Londen toe om daar toeristen uit te hangen of in het Olympisch dorp rond te hangen als te vliegen fluiten. We gaan 100% maximaal voor goud. En dan doen we alles gaan we ervoor doen. En gelukkig is de televisie erbij en dat betekent dat de camera's jouw race uiteindelijk ook kunnen registreren. Zodat je moeder aan het eind de race ook nog terug kan zien omdat ze weer met haar ogen dicht op, op de tribune heeft gezeten. Dankjewel voor jullie komst naar het Schelde Theater en heel veel succes straks in Londen. En wij gaan Roeland natuurlijk volgen straks tijdens die Olympische Spelen die dus op 27 juli gaan beginnen in Engeland. Ja, dan gaan we nu richting het podium hier van het Schelde Theater in Terneuzen. Want daar staat een akoestische groep. Ze spelen prachtige folk- en bluesmuziek. En op tweede Pinksterdag zijn de mannen te horen in IJzendijk. En dan spelen ze in de Jonkvrouwen. Nu dus bij ons in Zeeuwse Zaken de Blue Clay. No smoke and no lighter, no beer anymore. But he still got enough stuff to make a rinse on a wood shore. With tiles make a rinse, I wouldn't go around. My village was named Western Town. Well, wish you could be like him, but you can't. Talking about a mystery man. Kind of guy, show the music or band. Curse called a disco queen, with a finger dancing with his hand. Johnny wears a Stetson head all the time. Fitness a bit respected. CC Top is doing fine. Well, wish you could be like him, but you can't. Talking about a mystery man. Mystery man. Dat was de Blue Clay en komende maandag, tweede Pinksterdag, zijn ze dus te zien in IJzendijken. De familie Lievens heeft plaatsgemaakt voor Cor Poppen. Hij is directeur van het bedrijf Le Petit Pêcheur en jullie doen aan de in- en export van verschillende vissoorten. En Lieneke de Wolf, internetondernemer. En Lieneke, we hebben jou gevraagd voor ons te kijken deze week naar het economisch nieuws in Zeeland. Maar voordat we dat doen, wat doet een internetondernemer behalve veel op internet zitten? Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar waar wij ons vooral mee bezighouden, en wij, dat is dan Tim Online, is de bouw van webshops, websites en alles wat daarbij komt kijken om te zorgen dat die business ook rendeert op internet. Dus gevonden worden, zorgen voor optimalisatie, de marketing erbij. Heel de zandekraam, om het zo maar te zeggen. Ja. Carla Peijs gaat weg als commissaris van de Koningin in Zeeland. Heb je een traan gelaten toen dit nieuws tot jou kwam? Nou, traan gelaten is wat veel gezegd. Maar ik vind het wel jammer, want ik vind het een dijk van een dame. Om maar een net woord te gebruiken. Want zoals zij met power en charisma Zeeland voor hun voetlicht brengt. Dat vind ik echt een hele grote prestatie. Wat is haar erfenis? Wat laat zij Zeeland na? Nou, die promotie denk ik sowieso. En ik denk dat zij daar ook haar netwerk buiten Zeeland heel erg voor ingezet heeft. Dus hopelijk wordt dat goed overgenomen en goed onderhouden. Want daar hebben we als provincie natuurlijk veel aan. De marinekazerne hoop ik dat zij ook nalaat. Maar dat zal nog blijken. En ze heeft ook nog even om eraan te werken natuurlijk. En verder denk ik ook een aantal evenementen die ze binnen heeft gehaald. Zoals de wielerevenementen. Een aantal jaren geleden. Ja, dat heeft ze goed gedaan. Een boegbeeld.
Absoluut. Poppen, denkt u er hetzelfde over? Verliest u dan zijn boegbeeld? Jazeker, ik denk daar zeker hetzelfde over. En ik denk, als je ook kijkt naar de bedrijven in Zeeland, dat die vooral ook een ambassadrice verliezen in Carla Peijs. Ja, dus een uitdaging om een opvolger te vinden die hetzelfde kan brengen. Zeker weten. Dan heeft Delta een nieuwe topman. Rob Vroom is per 1 juni, meen ik, de nieuwe directeur. Hij volgt Peter Boerma op. Nou, die is eerder vertrokken als directeur van Delta. Nou, die Vroom is afkomstig van Akzo Nobel, meen ik, Lieneke. Ja, klopt. En daar heeft hij heel lang gezeten. Ja. Maar hij zat al in de Raad van Commissarissen bij Delta. Goeie zaak, denk ik. Hij is geen onbekende voor Delta en voor de regio. Wat wordt zijn opdracht wat jou betreft? Zijn opdracht? Nee, dat is nogal lastig, hè? Ik denk dat het ook een moeilijke is, want Delta is toch wel uniek met haar zelfstandigheid nog. Als relatief toch dan kleine partij. Dus ik denk dat zijn uitdaging is om dat zo te houden, want ik heb wel begrepen dat dat zijn uitgangspunt is, om dat zo te houden. En verder ja, ook de nieuwe ontwikkelingen en de duurzame vormen van energie, om dat toch goed in deze regio neer te kunnen zetten. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ja, dat wordt een belangrijke uitdaging. Hè? Ze zijn bezig met mobiele telefonie. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat is al een uitdaging, omdat je dat in een relatief kleine regio gaat doen. En ik ben er zelf heel enthousiast over, want het gaat betekenen dat we ook in het grensgebied, en iedere CEO die regelmatig de grens oversteekt, zal het weten dat het lastig is als je netwerk dan gelijk weer wegvalt. Dus dat is al een hele grote, een hele belangrijke. Maar dat zijn relatief niet zo heel veel mensen die daarvan gebruik gaan maken. En wil je dan ook nog concurreren met de grotere aanbieders, dan denk ik dat die voor mooie uitdagingen staat. Dan is het zo dat de komst van die marinierskazerne nog niet helemaal zeker is. Maar er gaan wat geluiden om het aantal mariniers dat naar Zeeland zou moeten komen zelfs nog uit te breiden. Hoe zit dat? Ja, dat was van de week ook in het nieuws. Dat er toch wel geïnteresseerden zijn om nog wat andere locaties van de mariniers, zijn in Texel en Rotterdam, ook naar Zeeland te verplaatsen, als er dan toch een kazerne komt. Met zoveel ruimte, met zoveel mogelijkheden. Nou, neem daar dan ook de mogelijkheid te baat om dat nog wat verder uit te breiden. Maar dan zit jij straks in de toekomst een wijntje te drinken en dan stikt het van die mariniers die alleen maar denken, hé, hey, we zijn in Zeeland, we gaan hier eens een mooi feestje bouwen. Kijk je daar met vreugde naar uit? Nou, wat ik wel van de berichtgeving in Doorn heb begrepen is dat zij zich niet zo heel erg mengen in de samenleving. Maar ja, in Vlissingen en met de boulevard en alle mooie dingen die Zeeland heeft. Hopelijk doen ze dat wel en dan zie ik ze graag komen, hoor. Goed zo. Kijk, dat is een mooie uitspraak. Meneer Poppen, u in- en exporteert verschillende vissoorten. Gaat het eigenlijk goed met de handel in de schaal- en schelpdieren? Het gaat heel goed met de handel in schaal- en schelpdieren. Je merkt natuurlijk wel wat van de economie. De economische recessie terug. Maar nee, over het algemeen moeten wij niet klagen. En zien we onze afzet eigenlijk gewoon gecontinueerd. Goed, we hebben onze Eva afgelopen week richting het bedrijf Le Petit Pêcheur gestuurd. Dat allemaal omdat wij hadden gehoord dat jullie als Le Petit Pêcheur met dank aan de Universiteit van Gent een bijzonder algencocktailtje hebben gecreëerd en dat voegen bij de oester. Oesters vind je in alle soorten en maten. En uitgerekend hier op dit industrieterrein vind je de ultieme oester, de umami. Alsjeblieft. Ja. Le Petit Pêcheur is in 2008 begonnen met het houden en opkweken van vissoorten, waaronder de oester. 20 bassins vol, kreeften, krabben, kokkies en andere schaaldieren. En wat blijkt, wat je van ver haalt, is lekker. Wauw, wat zijn dit? Dat zijn de kreeften. Heel veel. En waar komen ze vandaan? Deze komen uit Canada. Helemaal uit Canada? Ja. En wij doen dat per schip. We hebben een nieuw systeem daarvoor. Ze zijn dan wel 9 dagen onderweg. Maar we hebben geen vliegtuig meer nodig. We hebben nu het systeem dat we gewoon de kreeften zo in het water naar hier halen. En ook deze krab is van overzee. En ook per schip naar Nederland gekomen. En dit water, wat is dat voor water? Komt dat ook uit Canada? Nee, dit water niet. Dat is van de Oosterschelde. Hè? Dat is van de Oosterschelde? Het is hier allemaal Oosterschelde water. Maar hoe komt dit water dan in deze bakken? Nou, dat wordt gehaald op Wemeldingen. Daar ligt een pijp naar al de bedrijven op Ierseke. Nou, en dan koop je ieder jaar zoveel kuub water. En daar gedijt dit... Hij gedijt prima hier. Lieve krapje hier. Ja. Ik zal hem maar weer even terug. Ja, zet hem maar terug. Oosterschelde water. En zo wordt deze Canadese sneeuwkrab dus alsnog een beetje Zeeuws. Maar goed, onze Eva komt dus eigenlijk voor de umami-oester. Dit is hem, de wereldberoemde umami. Dat is hem. Maar
wat is hier nou zo bijzonder aan? Want voor mij is het gewoon een... Het is bijzonder, hij is zeer mooi van vlees. Mooi van vlees, heerlijk van smaak. Heeft het eigenlijk allemaal een beetje in zich. Mooi even zo proeven. En dan het hoogtepunt van de dag. Eva mag proeven. Ja, je bent een echte liefhebber, hè? Umami betekent vijfde smaak. Dat is dus precies het geheim van de Smit. Deze mooie Ierse oester wordt in dit zwembad getransformeerd tot de umami-oester. Maar daar moet je wel wat voor doen. Wat eet een oester? Een oester eet alleen maar algen. Algen? Algen, ja. En hoe werkt dat dan, algen? Nou, algen die zitten in het water en de zee. Op plaatsen zit meer algen, op plaatsen zit minder algen. Dus wij hebben eigenlijk wat uitgevonden wat een ander nog niet hebt. Wij geven ze algen bij. Super algen. Algen, omega 3 zit erin. Er zit alles in. En dat hebben we samen met de Universiteit Gent ontwikkeld. En vandaar dat we toe gekomen zijn om deze oester de umami te noemen. En dat betekent de vijfde smaak. En dit is hier de vijfde smaak, moet je vast hebben. Bij deze, eet smakelijk, umami. Dat jullie maar heel bijzonder mogen worden. Heerlijk. Zo, nou, bon appetit. De umami-oester wordt ter plekke ingepakt en weer klaargemaakt voor de export. Deze lichting gaat vandaag nog richting Scandinavië. Een Ierse oester, heerlijk gerust in Zeeuwse Oosterscheldewater. En vanavond waarschijnlijk op het bord van een Deen of zo. Ja, dat was afgelopen week. Je zou er honger van krijgen, maar ik moet iets bekennen. Ik ben allergisch voor schale schelpdieren, dus ik zou er enorm van gespugen. Hoe is dat bij jou? Kun jij, absoluut niet. Ben jij een liefhebber? Ik kan ze goed hebben. Ik ben niet van alles een liefhebber, maar ik mag ze graag op het bord terugzien. Absoluut. Ja, wat mij nou opvalt bij het zien van deze reportage. Wij halen uit Canada kreeft en krab. En dat laten we dan per schip naar Nederland komen. Dan zijn die kreeftjes en krabbetjes die zijn 8 dagen onderweg. En dan laten we ze rusten in Oosterscheldewater en dan wordt het weer geëxporteerd. En ik denk dan, ik snap de ondernemer, maar zijn we eigenlijk niet met z'n allen knettergek geworden? Nou, ik denk het niet. Als je kijkt naar dat transport, dat bestaat al heel erg lang. Hè. Nederland is een logistiek land. Ja. Heeft ons groot gemaakt. En biedt natuurlijk ook heel veel werkgelegenheid. Dus als al die logistieke bewegingen weg zouden vallen, wat zou dat aan banen gaan kosten? Ja, maar als je het even helemaal afpelt en je laat het economisch belang zitten, dan zou je kunnen zeggen, we hebben hier prachtige kreeft in de Oosterschelde. Toch een beetje gek dat we ze bij Alaska vandaan weghalen. Nee, klopt. Alleen die kreeft in de Oosterschelde is natuurlijk maar een beperkte periode van het jaar beschikbaar. Hè, vanwege de vangstbeperkingen. En omdat wij gewoon heel goed om willen gaan met de natuur. En alles wat in de natuur leeft, maar ook wat uit de natuur komt. Wat voedsel voor ons is. Kijken we gewoon naar duurzame oplossingen. En dat transport, wat anders per vliegtuig gebeurde, gebeurt nu per schip. En daar is dan een term voor, dat heet de carbon footprint. Dat betekent hoeveel brandstof is er gebruikt per vervoerde eenheid. Nou, die gaat per schip dramatisch omlaag ten opzichte van het vliegtuig. En het lijkt me ook beter voor de beestjes om gewoon lekker per schip, als je dan toch vervoerd wordt, doe het dan in ieder geval per schip. Ja, want ze blijven ook in het water. Dus ze blijven in feite in hun natuurlijke omgeving. En daar is een filtratie op aangesloten. Die eigenlijk dezelfde is die je bij ons in bedrijven aantreft. Ja. Vind jij het belangrijk, Lineke, dat vis duurzaam wordt gevangen? Of heb je zoiets van, ja, met alle respect, ik vind het vooral lekker. Dat mag ook, vind ik ook een mening. Nee, ik vind het ook heel erg lekker. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat het duurzaam wordt gevangen als je kijkt naar de visstanden overal. En gewoon naar de toekomst toe. Dan denk ik dat we daar met z'n allen goed over na moeten denken en daar wel maatregelen voor moeten nemen. Ja. Ja. Zijn er nog enorme ontwikkelingen op dat gebied? Merken jullie dat jullie de volgende stap weer moeten zetten? Ja, tuurlijk. En ook de consument gaat dat van ons verlangen, hè? Dat er duurzaam gevist wordt. Een land als Zwitserland bijvoorbeeld, daar zie je dat al heel sterk. Ik denk dat de voorloper is van wat er in Nederland gaat gebeuren. En in de rest van Europa. En wat zie je daar dan? Allemaal MSC goedgekeurde vis. Nou ja, en dat betekent dat is dat die duurzaamheid een waarborg voor duurzaamheid. De aanvoerder moet daar helemaal voor certificeren. Dat wordt helemaal gecontroleerd.
En dat is dan een garantie dat het duurzaam gekweekt is. Tot slot, doet Zeeland genoeg aan ja, die enorme kwaliteit die er is? Die concentratie van bedrijven die gespecialiseerd zijn in een export, kweken enzovoort. Halen we er genoeg uit? Ik denk dat dat heel erg aan het ontwikkelen is op het ogenblik. En dat gebeurt natuurlijk gewoon onder druk van alle vangstbeperkingen die er zijn. Visserijbeperkingen, kweekbeperkingen. Dat men verder moet gaan kijken, nieuwe methodes moet zoeken. En op Iersk zie je daar heel duidelijk een beweging. Maar ik denk in alle plaatsen die met vis te maken hebben, hier zo in Zeeland, wordt gekeken naar mogelijkheden om de duurzaamheid in de productie te brengen. En dat is een duidelijke trend, ja. Goed, dank voor nu. Blijf nog heel even zitten, want wij vroegen ook de mensen op straat of ze iets hebben met vis en met name of ze wel eens iets hebben gevangen. Bent u ook een visser? Ja. Ja? Ja. Met hengeltje? Met de hengel op de boot en al dat soort dingen. Vooral zeevis heeft de voorkeur. Daarom zitten we ook veel in Zeeland. En allemaal lekker turen naar die dobber. Goed bekeken. Dan lekker een visje bakken s'avonds. Hoe vind je dat om te vissen? Niet leuk. Waarom niet? Je vangt niks. We hebben geprobeerd te vissen, maar het is niet helemaal geworden. Zeg maar haakjes in de bossen, klossen overal, hengel gebroken. En wat doe je dan aan je haakje? Wormen. Wormen? Het is niet leuk om de hele tijd op een stoertje te zitten wachten totdat zo'n beest zijn keer je haakje bijt. En dan nog hopen dat beest dan niet loslaat. Wat is de grootste vis die u ooit heeft gevangen? Pakweg centimeter of 30 of zo, denk ik. Je eet gorito's. Misschien moet je die eens aan je haakje doen. Nou, dan was hij zeker niet van plan om dat te doen. En gelijk heeft hij ook trouwens. Lieneke, het is natuurlijk een impertinente vraag aan een vrouw, maar vis jij? Weinig. Heel weinig. Heel af en toe wel eens op krabben. En dan gewoon hier dan. Dan wandel je gewoon lekker zoontjes. Precies. Ja, maar vooral met de zoontjes hoor, niet zozeer zelf. Nee, meneer Poppen, aan u is het natuurlijk een stomme vraag. U bent ermee groot geworden. Inderdaad. En veel binnenshuis natuurlijk, hè, bij ons in het bedrijf. Oh ja, gaat u dan met het hengeltje langs die krabben moeten eruit in het water komen. Oh, ja, ja, precies. Ja. Nou goed, heel veel dank voor uw komst. Beide naar het Scheldertheater hier in Terneuzen. Succes met de handel en Lieneke. Hopelijk tot een volgende keer. Dank ook voor het kijken naar deze derde aflevering van Zeeuwse Zaken. Ik wens u een mooi Pinksterweekend en wij zijn er volgende week vrijdag weer. Tot dan.